Groot was de belangstelling voor het internationaal golfkampioenschap van Nederland. Op de baan van de Kennemer Golfclub bij Zandvoort was de Nederlandse professional Jan Durrestein bereid ons wat meer inzicht te verschaffen in deze sport, waarbij de bal over meestal 18 banen in zo min mogelijk slagen naar een putje moet worden gebracht, dat soms op wel 500 meter afstand door een vlag gemarkeerd wordt. Voor de beginslag wordt altijd een stok met een zware houten kop gebruikt. De eerste hole ligt op de golfbaan in Zandvoort, 423 meter van de afslagplaats. En Durrestein zal de bal ongeveer 300 meter in de goede richting slaan. Daarbij bereikt de bal een snelheid van ongeveer 350 km per uur. De bal komt terecht op de zogenaamde fairway, een lange grasbaan. En moet nu opnieuw dichter naar de hole worden geslagen. Uit de tas, waarin zich maximaal 14 stokken mogen bevinden, kiest Durrestein nu een ijzeren stok. Waarmee als alles goed gaat, de bal weer zo'n 100 meter dichter naar zijn doel moet worden geslagen. Voor elke baan is een gemiddeld aantal slagen vastgesteld, waarmee de cracks geacht worden de afstand te kunnen overbruggen. Bij korte banen zijn soms extra obstakels aangelegd, zoals zandkuilen die bunkers worden genoemd. Er is dan weer een andere stok nodig om de bal als het ware uit het zand te lepelen. De bal wordt door Durrestein nu in één slag op de green gebracht, het zeer glad geschoren gazon waarin zich de hole bevindt. Om hem daarin te krijgen gebruikt de speler meestal een stok die loodrecht op de grond staat, de putter. Jan Durrestein was in het Zandvoortse toernooi minder op dreef dan jonge sterren als de 21-jarige Engelsman Howard Clark en de 19-jarige Spanjaard Severiano Ballesteros, die tenslotte met elkaar om de eerste prijs streden. Een bedrag van ruim 18.000 gulden. In die strijd had de Spaanse professional de sterkste zenuwen. Clark verprutste zijn kansen en daarmee veel geld, doordat hij over het totaal van de banen meer slagen nodig had dan de koelbloedige Ballesteros, die de jongste winnaar werd die ooit een internationaal golfkampioenschap in Zandvoort opleverde.